ik wilde eigenlijk een heel serieuze tekst met jou gaan opnemen, Chris, maar als ik Aina daarachter zo in een potje zie liggen, dan... De eerste trip van het seizoen. Yes, we gingen naar Obertown. Obertown ligt in Salzburgerland. Het grotendeel is over de snelweg en dat is gewoon heel relaxed. En dan kom je aan in Raadstad en vanaf daar ga je de bergen in. En dit is een hele toegankelijke weg, maar wel heel erg mooi. Goed, we kwamen aan op zondagavond in het donker, dus ik had niet heel veel meegekregen van hoe het dorp eruit zag. Maar toen we 's ochtends wakker werden, toen bleek ook allemaal te kloppen. Want we liepen vrijwel meteen de piste op. Ik denk dat wij 20 meter hebben gelopen en toen konden we eigenlijk al gelijk beginnen aan de eerste afdaling. We gaan weer skiën. Dat zijn we. Begonnen. Het nieuwe jaar is er. En we gaan weer starten met een nieuwe show. We zijn lekker rustig begonnen de eerste dag en we moesten ons even oriënteren. De eerste indruk die ik kreeg was dat het echt een heel overzichtelijk mooi skigebied was. Eigenlijk gewoon als je in een lift zat, kon je om je heen kijken en zag je altijd wel de rest van het skigebied. Waardoor ik ook heel snel een beeld kreeg van hoe het skigebied ongeveer in elkaar stak. Dit is best wel goed, hè? Jezus, wat een lekkere sneeuw. Echt lekkere sneeuw. En wat is de datum van vandaag? Ik weet het niet, maar het is ergens... 16 december is het, Arjen. Ja, zoiets. Hoeveel? 16. 16 december. Kijk, zit erbij liggen. Heerlijk rustig. Keizerwetter, prachtige piste. Zo, dit wordt een topdag. Goed, nee, eerste dag van het seizoen. Lekker voor jou, toch? Lekker een speeches opwarmen. Ja, zo kom ik ook beneden. Ja, Obertown is natuurlijk eigenlijk gewoon een heel goed gebied, ook voor families. Maar het leukste deel van het gebied voor families is bij de Scheidbergbaan. Je vindt daar het kinderland. Met allemaal toffe monsters. En wat me wel opvalt aan het kinderland, het is echt heel breed. En de hellingshoek is echt perfect. Zelfs top. En die kinderen die kunnen zo doorskiën naar een iglo om even op te warmen en bij te komen van hun eerste afdalingen. Het zou wel de grap zijn als ze nu hier in een bar hadden gebouwd. Zou dat het gewoon een verkapt kinderen... Ja. Kinderpyramide is een gewoon een bar in zit. Het is toch mooi als je met je kids hier bent en je hebt lekker even geoefend en ze zijn even koud. En hoe goed is het voor de beleving als je dan in een echte iglo... Lekker even met ze gaan chillen. En vanuit daar kan je ook de lift naar boven pakken. En bovenin vonden we een slalom. En als er iets van wedstrijdelement te vinden is voor Christy en Arjen, nou, dan doen ze het wel. Heb je je ideale race al wel gevonden, denk je? Ik heb deze afdaling in mijn hoofd denk ik nu ongeveer 5 keer gemaakt. Dus 4 keer te veel. Want na 1 keer wist ik dat het goed zat. Dit gaat 1 groot succesverhaal worden. Kan niet anders. En aangezien die Christy zichzelf helemaal niet ziet voorbereiden, kan het niet anders dat ze daar gewoon wat op... Christy is gewoon zichzelf gewoon niet met mentaal helemaal voorbereiden. Kijk eens wat de techniek en kunde. Oké, Christy, ik zou je echt heel graag deze overwinning willen gunnen, maar ik moet toch zeggen... Nou, heel simpel. Kijk, dit is geen tijdregistratie, maar ik heb gewoon geteld. Je maakte wel gewoon bij een van de eerste bochten, verloor je al bijna ski. Ik heb ook geteld, Chris. Ik was in 13 seconden beneden, jij in 47. Ik had hem hier graag gegund, Chris, maar ik moet deze terecht een Arjen geven. Ik vond zelf gewoon de afwisseling in pistes erg prettig. Toegegeven, het merendeel van de pistes in Obertown die zijn
blauw-rood. Maar de zwarte pieces die je hebt, dat zijn ook meteen echt pittige pieces. Zoals de Vies afdaling, dat is de 2A. Hij lag vandaag echt waanzinnig bij. Het was een van de eerste afdalingen die we hebben gemaakt. Maar de sneeuw was heel goed, je had ontzettend veel grip. En ook al was het een zwarte afdaling, je kon lekker doorskiën. Ja, dat is wel een heel erg leuk deel van het gebied. Over het algemeen ook wat rustiger, omdat het echt helemaal aan de zijkant van het gebied ligt. Het was tijd voor de lunch en dat hebben we op de berg gedaan. En je hebt heel veel leuke berghutten, restaurants en dan heb je waanzinnig mooi uitzicht. Het is sowieso een heel mooi dal, dus je kijkt mooi uit over het dorp. We hebben een gamsmilch op. Het is een combinatie van cappuccino, chocomel met een beetje rum. We hadden wel eentje gedeeld, hè, want ik hou niet zo van alcohol en skiën. Hou je wel van, toch? Het is warm, dat had je wel even kunnen zeggen. Ik dacht dat het koud was. Ja, het is warm. Ja. Het is gewoon een soort chocomel, maar dan met... Ja. Nou, chocomel, het is, maar het is wel lekker. Het is melk met rum. Ja, en na de lunch trok het weer toch best wel dicht en het begon ook wel flink te waaien. Maar gelukkig hebben we daar ons voordeel uitgetrokken, want we hadden nog een hele goede activiteit voor in de middag. We gingen namelijk snowkiten. Wat gaat er allemaal gebeuren, Arjen? Chris krijgt hier nou het eerste deel van de outfit. We gaan namelijk weer eens wat bijzonders doen en dit hebben we nog niet eerder gedaan. We gaan namelijk snowkite. Dat is iets, net zoals kiteboarden op het water, maar dan op sneeuw. Ik ben heel benieuwd. We gaan hier in Obertonen, hebben ze een prachtig terrein daarvoor. Het is wat vlakkere delen en hier kan je dus heel goed kiten. Dus dat waait ook wel een beetje, dus daar gaan we wat moois van maken. Het waait wel goed te zien hoe het kite in ieder geval is. En ik moet zeggen, ik heb het al een keer eerder gedaan. 4 jaar geleden heb ik een keer les gehad. Check jij wel even of het allemaal goed vast zit, Arjen. Want, ik wil het zeggen, dit moet dat niet gewoon goed vast? Maar we kregen wat uitleg. Ik mocht als eerste beginnen. En ik kan zeggen, ik vond het in het begin wel even spannend. Weet je wel, de wind, het waaide ook best wel hard. Maar ik kreeg die kite in mijn handen. Toen ging het eigenlijk al best wel lekker. Kiteskiën, kiteskikiten, snowkiten. Ja. Nou, moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk nul ervaring mee heb, maar het leek me wel eens leuk. Ik woon aan het strand, er wordt veel gekite, maar ik vind het altijd veel gedoe. Met vliegers en lijnen en trapezes en weet ik het allemaal. Dus dat is niks voor mij. Maar leuk om het een keer in de berg te doen. Maar het ging eigenlijk allemaal wel lekker. En na een kwartier, denk ik, 20 minuten, mocht ik al mijn skis aan. En toen mocht ik dus echt wel gaan snowkiten. En dat was wel echt heel gaaf om te doen. De afspraak was in het begin een beetje, ik blijf filmen totdat Arjen en Christy redelijk goed op hun skis voortgetrokken worden door de kite. En daarna zou het mijn beurt zijn. Maar al snel bleek dat ik iets te veel lol had in het filmen van Arjen en Christy. Maar Christy het eigenlijk heel vlot door had. Die had de kite super snel onder controle en die stond ook zo op de skis. En kon zo op en neer zoeven als een malle. Ging bij Arjen ietsjes moeizamer. Ik wilde eigenlijk een hele serieuze tekst met jou gaan opnemen, Chris, maar als ik Arjen daarachter zo in het bordje zie liggen, dan... Hij keek dan soms naar links en daar waren wat bosjes. En ik heb Arjen voor het grote deel eigenlijk alleen maar zo als een schildpad op zijn rug zien liggen. Met de kite ergens in andere bosjes. En René probeerde hem dan weer te helpen om eruit te komen. En dan was hij eruit en dan lag hij weer in een ander bosje. Uiteindelijk ben ik helaas niet meer zelf aan de kites toegekomen. En ben ik eigenlijk meer bezig geweest met het schateren van het lachen om Arjen. En daarna ook weer zijn kite uit te graven uit alle bosjes en sneeuw waar hij weer in beland was. Dus ja. Ja, laat ik het zo zeggen. Het kon slechter, maar het kon ook zeker heel veel beter, bij mij dan. Hij zei, jij moet door die hut. Dus ja, dat weet ik, dat heb je nu al 5 keer gezegd, maar het lukt gewoon niet. Ja, maar je moet door die hut.
Het was tijd voor een drankje en dat kan in Obertown erg goed. Het is nog wel echt voorseizoen, dus het is nog niet heel erg druk. Maar Obertown staat echt bekend om de après-ski. En vooral de Duitse toeristen die komen hier heel graag naartoe. En na het biertje hadden we even tijd om te rusten, maar niet al te lang. Want we gingen namelijk nog compenseren voor het feit dat we 's middags gestopt waren met skiën. Want we gingen namelijk avondskiën. Iedere maandag en donderdag kan je hier bij de Edelweissbaan hebben ze dus een piste verlicht. Ja, weet je, en dat blijft leuk. Het blijft leuk om 's avonds te skiën, want het is echt weer een hele andere dimensie. Toch, Chris? En wat wel leuk is dat dit in je liftpas zit. Dus als je een skipas hebt voor minimaal 2 dagen, dan zit dit er gewoon bij. Dus dan is het echt een aanrader om te doen. Ja, ik ben echt fan van avondskiën. Gewoon in elk gebied waar we nu komen, waarvan ik weet dat er avondskiën is, staat het bij mij op het programma. En rond een uurtje of 9:30 had ik toch wel zoiets van oké, nu hebben we genoeg geskiet voor vandaag. Dus werd het tijd voor dag 2. De tweede dag hebben we natuurlijk de Tauwenronde geskiet. De skieronde die rondom het dorp Obertown heen gaat. Hier kan je linksom skiën, je kan hem rechtsom skiën. Als je hem rechtsom skiet, dan heb je wel minder paden. Dus dat is wel een stukje makkelijker. En misschien vond ik het ook wel het allerleukste. Dat je gewoon echt letterlijk een ronde om het skigebied en eigenlijk om het dorp heen skiën. De pistes bij de Zenekar, dat zijn persoonlijk mijn favoriete afdalingen. Punt 1, het uitzicht is daar waanzinnig. Over het dorp, maar ook over de bergtoppen, dat is echt heel gaaf. En die afdalingen zijn ontzettend leuk. Het zijn hele speelse afdalingen en je bepaalt zelf hoeveel uitdaging je zoekt. Ik vind dat echt een hele leuke plek om te skiën. En daar kan ik ook echt wel even blijven hangen. Een van de grote voordelen van Obertown is dat het echt ski-in, ski-out is. Vrijwel vanuit iedere accommodatie ben je in no time bij een lift. Ja, en van daaruit ben je meteen het gebied in. En dat heeft dus ook een voordeel als je bijvoorbeeld met de rest van de familie die misschien wat anders aan het doen zijn. Bijvoorbeeld 's middags in je appartement of hotel wil lunchen. Je bent heel snel terug bij je accommodatie. En tegelijkertijd als je dus klaar bent met je lunch, kan je ook zo de piste weer op. Nou, ik heb persoonlijk gewoon echt enorm genoten van alle uitzichten die je continu maar hebt in het skigebied. En gelukkig wisten ze in Obertown ook wel mee om te gaan. Ze hadden een mooi fotolijstje geplaatst waar je in kon poseren. Dus ik heb Christy en Arjen even goed laten poseren voor het fotolijstje. Wat zien we hier eigenlijk op de achtergrond, Arjen? Ik zie daar een bergtop waar de wolken overheen razen. Ja, dat is de beroemde en net zo beruchte Kamsleiten. Het is de Kamsleiten piek, maar de lift heet de Kamsleiten 2. En een prachtige, authentieke oude 2 zitten. En die brengt je naar de stelste en zwaarste piste hier in Obertown. Ik heb wel de indruk dat die niet dicht is. Het waait best wel hard, dus daar best wel gevoelig. Maar het is echt een hele toffe afdaling. Als je een gevorderde skier bent, is het gewoon een must-do. Het is een lange zwarte boekpiste. Maar echt oprecht zwart. Het is by far de moeilijkste afdaling hier in het gebied. Kijk, het leuke van zo'n tocht is natuurlijk dat je echt een route volgt. Het nadeel is natuurlijk, is als je met Christy en René op pad bent, dat je ze echt goed in de gaten moet houden. Want die hadden natuurlijk weer een afslag gemist en die zaten weer bij een hele andere lift. Sorry Arjen. We zagen zo'n mooi cruisepad dat we toch even dachten, we laten Arjen even achter. Ik denk dat we 5 minuten lang over dachten dat jij verkeerd hebt geschiet. Ja, maar dat zegt over alles. Dat zegt over alles, Chris. Nee, je hebt 5 minuten op jullie staan wachten. Dat geeft aan hoe mooi het daar was. En dit gaat er niet worden, dus jij weer eens verkeerd. Missen, ja. Uiteindelijk hebben we elkaar weer gevonden. Gelukkig, we hebben elkaar weer gevonden. Zo Arjen, kun je even een klein beeld geven van wat we allemaal tot nu toe hebben gedaan in 1,5 dag? Hier zie je dus het gebied van Obertown. Hier loopt de pas. Je hebt dus deze flank van het gebied en deze flank van het gebied. Je ziet dat dit natuurlijk vele malen groter is. Maar je kan 2 rondjes skiën, Tauwenronde. Wij zijn gisteren eigenlijk vooral hier geweest. En vandaag zijn we eigenlijk begonnen bij de Zenekarbaan, afgedaald. En zijn we eigenlijk zo via de
platte karbaan. Heel rustig deze kant op gegaan. De Kriensalbaan, de C-car fietsbaan. Je hebt die downronde en ze hebben dan ook nog zeg maar de 7 hoogste punten in het skigebied hebben ze aangegeven. Nou, zo zie je dat met de met S7 noemen ze dat. Dat zijn al deze punten. Dan heb je ook weer een doel om af te vinken als je hier lekker aan het skiën. Zeker leuk om te doen. Ja, Christy heeft er bijvoorbeeld 4 en ik heb er al 5 van die Super 7's. Toch, Chris? Dat is wel een beetje jammer dat je dan nog net niet bij bent. Ja, dat is wel echt. Maar even gas. Als je natuurlijk verkeerd skiet, ja, dan mis je dus op een gegeven moment. Daar ben ik hoofdpersoonlijk schuldig voor. Ja, dat kan gebeuren. Obertown is best wel een divers skigebied. Het is niet heel groot. Hè. Je vindt daar meer dan 100 kilometer aan pistes. Dus je kan je er zeker een week van maken. De apres-ski is goed. Ski in, ski out. Het is super stil zeker. En wat ik persoonlijk heel leuk vind, is dat je lekker om dat dorp heen kan skiën. En dat je constant heel mooi uitzicht hebt. En eigenlijk biedt het zowel voor families als voor gevorderde skiers voldoende uitdaging. Als ik dan toch een klein minpuntje mag noemen, zijn er misschien afdalingen die misschien wat korter zijn dan in andere skigebieden. Maar ja, dan krijg je wel heel veel voor terug in de zin van de sneeuwzekerheid. Het is voor mij in ieder geval echt een heel fijne gevarieerde bestemming om een keer op wintersport te gaan.